Ja. We hebben wel deze bus makkelijk gevonden. Dat gebeurt niet vaak. Nee. We zijn aangekomen in Mazoente en we gaan even op ontdekkingstocht vanuit ons hotel. Ja, de reis was goed. Kort en verliep soepel. Waar we normaal een uur over doen om een bus te zoeken, stond hij nu recht voor onze neus. Dus we konden gelijk instappen. Uurtje met een busje, daarna moet je nog met een taxi. En we zijn aangekomen. Ja, we zijn er. En nu gaan we dus lekker op zoek naar wat eten. En wat drinken. En wat drinken en het stadje verkennen. Wat anders. Weer pizza. Onze eerste maal in Mazoente. Zeker niet de laatste. Neergestreken voor een lekker bakje koffie. De mensen die ons al kennen, die weten natuurlijk dat wij langer op plekken blijven. En ja, zoals hier is de vibe weer. Fantastisch natuurlijk. We hebben officieel geboekt van 2 februari tot en met 6 februari. Maar we zijn nu op zoek naar een kamer van 6 tot en met 11 februari. Want een vriendin van ons uit Nederland die komt deze kant op. En daar zijn wij heel blij mee. En ja, niks is lekkerder dan een bakje koffie met dit uitzicht. Gracias. Nou, waar we dus net een bakje hebben gedaan met het uitzicht. Was een beetje domper. Niet binnen het budget. Op naar de volgende. Ja, Mazoente is dus wel echt prijzig. Dat wisten we al. Je bent hier sowieso €35 kwijt voor nacht. Nu klinkt dat natuurlijk heel goedkoop. Maar we leven normaal gesproken op een budget van €25. Dus €35 is voor ons wel echt wat duurder. Dat is niet erg. We betalen nu ook €35. En dat vinden we dan ook prima. Voor dat ene weekje dat we hier zijn. Maar er zijn dus ook heel veel accommodaties voor €100 per nacht. Dat is hier echt normaal. Dus ja, dat is wel echt ver boven budget. En we zitten wel elkaar, want dan laten ze echt heel royaal leuk onze, die kamers zien. En dan denken we echt van, oké, fuck it, we doen het. Maar ja, gewoon 2 nachten is toch gewoon €200. Of 5 nachten is €500. Dat is fucking veel geld voor ons. Want daar kunnen we gewoon heel lang van leven hier. Dus ja, als het iets voor €50 of €60 is, dan denk ik wel dat we om zijn. Dus let's go. Het is vandaag een speciale dag, want het is 4 februari. En wie weet wat er 4 februari is? Inderdaad, mijn verjaardag! Ja, ik ben de andere kant ben ik opgevallen. Ik ben nu 31 jaar geworden en we gaan vandaag iets leuks doen, iets speciaals. We hebben wel even een feestbal gemaakt natuurlijk. Ik ben in de watten gelegd door de vrouw. Maar dit is pas het begin, want we zijn net wakker geworden. Er staat iets heel leuks op het programma. Zullen we het vertellen? Nee, laten we dat zo doen. Nee, nou waarschijnlijk is het al de titel van de video, maar we gaan iets superleuks doen. En waarschijnlijk is dit het leukste verjaardagscadeau wat je kan krijgen. Of het meest bijzondere verjaardagscadeau wat je kan krijgen. En weet je eigenlijk wel wat het is? Ik heb geen idee. Is het niet een verrassing? Jawel, het is een verrassing. Yay! In ieder geval nemen we je mee op mijn verjaardagsdag. Joe!
daar zitten wij. Onderin. Ja. Nou, ik zal je even vertellen wat we gaan doen voor Nick's verjaardag. We gaan een whale-watching tour doen hier in de Pacific Ocean. Dat is volgens mij de Stille Oceaan. Kun je echt super veel dolfijnen sowieso spotten. Sea turtles. En ja, als ze er zin in hebben, dan zie je ook walvissen. En dit kan je ook in Puerto Escondido doen. Alleen wij gaan het nu in Mazunte doen. En ja, dat doen we gewoon eigenlijk omdat het voor Nick's verjaardag is. En omdat het hier ook wat goedkoper is. waar je in Puerto Escondido makkelijk 700 pesos per persoon betaalt, betaal je hier in Mazunte 300 pesos per persoon. Dus ja, voor die prijs gaan we waarschijnlijk gewoon twee keer. Dus nee, dat is super chill. Ja, het is weer een mooie dag. Het is heerlijk hier. We zitten echt in de bergen. In de bergen net op Mazunte. Omdat je mooi uitzicht hebt op het stadje. En nou ja, niet eens stadje, het dorpje. Je hebt mooi uitzicht op zee. Oké. Ja, heel erg lekker. We hebben ook gisteren een geslaagde dag gehad. Want we hebben een nieuwe plek geboekt. En die zit dan weer meer echt in het centrum van Mazunte. Dus daar hebben we wel weer wat meer drukte om ons heen. Maar op zich is dat niet zo erg, denk ik. Hoop ik. Kijk eens wie daar is. De birthday boy. Helemaal zin in vandaag. Helemaal leuk. Nou, let's go. Moet je wel nog koffie? En dit is dus grappig, want we hebben een scooter. En dat ding is helemaal kut. Vergeleken met onze scooter in Puerto. Die was echt mega chill. Dus eindstand. Ik loop alsnog de heuvel af en op ook. Omdat het niet lukt met z'n tweeën. En weet je, ik zei ook vanochtend tegen Nick van... Had je ooit gedacht, een paar jaar geleden, dat dit... Nu je leven zou zijn op je 31ste. Dat is toch geweldig? Dat is toch mooi? Hallo. Oké, mag ik? Ga zitten. Oké. Hou je vast. De scooter is echt kut. We mochten blijven wij zitten. We hebben een goede plek, want we zitten vooraan. We zitten dus in de boot, want wij gaan op zoek naar walvissen en dolfijnen. En eventueel turtles. Ja. Walvissen. We hebben er een gevonden. Je zag net boot schieten dan allemaal dezelfde kant op. Maar we hebben het hier wel gezien. Je zag heel goed en heel dichtbij. Maar bedenk je even dat zo'n gigantisch beest nu hieronder zit. Hè? Dat is fucking bizar. Hij hoeft maar één keer omhoog te springen. Op de boot te belanden. En je bent een lul. Waren het er niet twee? Want je zag twee keer die... Ja.
Dus, ik ga lekker genieten. En ik neem jullie niet mee. ¿Todo bien? Net dus de World Tour gedaan en het was echt geweldig. Duizenden dolfijnen hebben we gezien, walvissen hebben we gezien, turtles hebben we gezien. Nou ja, het kon niet beter. En nu liggen we lekker op het strand en gaan we hier de rest van de dag eventjes vertoeven. Wauw. Dit is de eerste avond dat we op het strand zijn in Mazunte. En dat er muziek wordt gespeeld, gewoon vanuit niets. Komt iedereen samen in een kring. We hebben eerst wat breathwork gedaan. En daarna gingen we met elkaar zingen en dansen. En het is zo mooi. Er wordt ook echt gezegd van dit moeten we vaker doen. Samen komen in kringen. Precies zoals we als mens zijn. Gewoon allemaal één en we verlangen allemaal hetzelfde. En dat is wat er vanavond duidelijk werd. Ik vind het echt super leuk. Ik voel me hier helemaal in mijn element. Dus ja, hier geniet ik echt mega van. Ja, geweldig top. Hè? Echt wel zo bijzonder. En ik zei het net ook al, maar het is gewoon heel erg laten zien dat wij mensen allemaal hetzelfde hebben. We hebben allemaal hetzelfde zijn. We samenkomen. Hier maken. Iedereen leeft hier in. Vrijheid in. Het maakt niet uit hoe je eruit ziet, wat je doet, je wordt geaccepteerd. Het is wel heel tof. En dan dat je met z'n allen staat te dansen onder zo'n zonnegaan op het strand. Heel tof.